Eigenlijk is het heel makkelijk om zelf ook een zwarte piet te worden. Alles wat je daarvoor nodig hebt, heb je gewoon in huis. We beginnen met de theedoek. Onder schouders leg je een theedoek en die pak je uit de keuken. De theedoek leg je dus losjes om je schouder en dan lijkt het op een klein beetje op de kerk van Zwarte Piet. En dan, wat heeft Zwarte Piet nog meer? Precies een muts! Voor de Zwarte Pietenmuts gebruik je gewoon de badmuts van je moeder of van je zuster. En dat gaat natuurlijk helemaal niet aan ze vragen, want dat vinden ze natuurlijk nooit goed. Dus dan hebben we die Zwarte Pietenmuts, maar dan hoort op. Waar zit die? Een veer! Zonder veer is het natuurlijk geen Zwarte Pietenmuts. Dus ga je eens op zoek naar de allergrootste, de allermooiste en de allerkleurrijkste veer die je maar kan vinden. In de Canarie. Of vandaan, dat kan ook, hè? Ja. Precies. Pauw. Het is nog het mooiste, denk ik. De pauw, ja. Reizen. Het is een beetje moeilijk te vangen, maar het kan allemaal. Gewoon een willekeurig geval hoor. Trek hem de veer uit zijn staat en je hebt een mooie veer voor op je muts. En dan nu, ga je alvast even voor de spiegel staan of het al een beetje ergens op lijkt. En jawel, als je goed kijkt en een klein beetje met je ogen knijpt, dan heb je al iets wat lijkt op een prachtige Zwarte Piet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Wil je sinds de groeten doen? Gooi wat in mijn lege schoen. Zwarte Piet, wie. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Oké, nu zijn we voor de helft van een Zwarte Piet. Maar Zwarte Piet die loopt bijna nooit in zijn blote billen. Dus we hebben nodig een korte broek en een majo. Voor de korte broek gebruik je gewoon een lange onderbroek van je vader. Pak hem uit de kast en knip er de pijpen vanaf. En je hebt een prachtige mooie Zwarte Pietenbroek. En de majo, die pak je gewoon bij je moeder uit de kast. Uit de koelkast. Mayo, uit de koelkast. Oh, mayo uit de koelkast. Dan smeer je benen helemaal mee in. En dan is het ook goed. Nog één ding. Gymschoenen. Ja, Zwarte Piet heeft gymschoenen. En gymschoenen, die heb je gewoon in je eigen gymtas. Dan hoef je niemand voor lastig te vallen. Kun je gewoon pakken en dan is het ook nog jouw maat. Trek ze aan. Ga weer terug naar de spiegel. En ja, daar heb je hem. Onze grootste vriend, die prachtige Zwarte Piet. Wie. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Wil je zin de groeten doen? Gooi wat in mijn lege gipsjes.